De leerlingen van de Nuts en Kennedy School werden door het Oranje Fonds in de gelegenheid gesteld kennis te maken met blaas- en slagwerkinstrumenten. Ze laten zien wat ze het laatste half jaar geleerd hebben in de muzieklessen. Maastrichter Jeugd Ruud Kunnelijk. Het is gesubsidieerd door het Oranje Fonds. We hebben daar een behoorlijk bedrag voor gekregen. En uiteindelijk is het de wens van Connie en Maxima geweest om zoveel mogelijk kinderen aan een instrument te krijgen. Wij hopen dat er heel veel kinderen het gevoel krijgen dat muziek maken erg plezierig is. En dat ze dus, en dan is het natuurlijk vanuit het Maxima Fonds, Oranje Fonds, is de bedoeling natuurlijk om het participeren in de maatschappij te bevorderen. Dus daarom hebben we ook deze avond op deze manier twee harmonieën samen. Twee verschillende scholen van Maastricht West en Oost komen dan samen, spelen dus, maken kennis met de muziek. En daarbij komt natuurlijk, alle kinderen zitten tegenwoordig veel meer aan de computers. Wij willen ze hebben in een vereniging, dat ze het plezier hebben van de vereniging en alles. En dan ook ten dienste van de gemeenschap zijn. En wat heb jij geleerd? De noten en wanneer je moet inzetten. En speel je al een instrument voordat je hier aan begon? Nee. Dus het is de eerste keer dat jij een instrument speelt? Ja. En hoe beviel het? Het was leuk. En het was leuk en het was ook een beetje spannend. En denk je dat je ermee doorgaat nu? Ja, ja? Ik ga ermee door. Waarom? Ik wil meer leren. We hebben op dit moment 140 kinderen al gehad. De voorwaarde is dat we 150 in twee jaar doen. Dus we halen het dubbele van het aantal wat eigenlijk verplicht is. Vond je het leuk om muziek te leren maken? Ja! Thank you.
De lammetjesdagen zijn begonnen. De eerste lammetjes zijn geboren. De komende tijd worden nog zo'n 150 lammeren verwacht. Vrijdag zijn de eerste lammetjes geboren. Daar hebben we ons natuurlijk allemaal ontzettend op verheugd. En ja, dat was eigenlijk het startschot. Dus een heleboel schapen die staan nog op voor te bevallen. Dat zal dus in de komende tijd allemaal gaan gebeuren. Dus het wordt steeds gezelliger. Hier zijn we in de kraamvakjes van de schapen. En hier staan al een paar schaapjes in de kraamvakken. Voor binding met de moeder. Zodat ze kunnen drinken en zo. Even op pootkrachten kunnen komen. Dit is de ruimte hier waar wij 's nachts slapen, controle houden voor bij de schapen. Met een camera erbij, een live beeld voor controles. En af en toe staan we op voor te kijken, toch voor als er eentje in de hoek ligt of niet ziet, zichtbaar is. Toch even onder voor een controle. Hoe gaat het op de boerderij? Het gaat hartstikke goed. We zijn nu een dik jaar bezig als nieuwe stichting. We doen natuurlijk ons hartstikke best om alles zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Er is heel veel veranderd. Al anderhalf jaar geleden toen er sprake van was dat de boerderij gesloten zou worden. Toen heeft Frans Meijers, dat was onze voorzitter, dat is helaas afgelopen jaar overleden. Die heeft daar een hele mooie actie voor op touw gezet. Heel veel kinderen uit de buurt, ik denk misschien wel een stuk of 700. Hier als een levende ketting om de boerderij. En als ik daaraan terugdrenk, dan krijg ik nog altijd een brokje in mijn keel. Ja. 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 Dat was een hele spannende tijd. Dus het is ook wel heel mooi dat we daar bovenop gekomen zijn. En dat we eigenlijk nou al zo groot als boerderij hebben kunnen uitbreiden, dat we niet meer weg te denken zijn. Doe maar. Meer jaleza. Het is toch belangrijk als boerderij om jezelf dan te kunnen bedruipen. Dat maakt er ook van dat wij eigenlijk geen kinderboerderij meer zijn. We zijn een boerderij waar veel meer gebeurt dan alleen maar dieren knuffelen en ja. Cavia's en konijntjes aaien. We draaien ook productie nu. En we proberen dat ook mee te nemen in de educatie. Dus we proberen de mensen er gewoon echt van bewust te maken. Kijk, zo kan het ook. We zijn een kleinschalig productiebedrijf. Maar ja, we kunnen het laten zien. De kinderen kunnen erbij. Alleen uiteindelijk zijn er wel een aantal dieren die dus terug in het winkeltje terechtkomen. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Nou, kippen, konijnen, varken, rund. Kijk, alles wat gegeten wordt. Hè? Dus we verkopen ook onze eigen eitjes. In de zomer verkopen we natuurlijk ook al onze spullen uit de groentetuin. Maar zoals bijvoorbeeld ook je een toon biggen krijgt, daar worden dus ook regelmatig wat biggetjes van aangehouden die we dan zelf vetmesten. En die dus uiteindelijk geslacht worden. Want het geeft natuurlijk ook de consument toch de gelegenheid om een beter stukje vlees te kopen. En misschien dat we dan toch met z'n allen ook wel gaan inzien dat kleinschaligheid eigenlijk een betere oplossing is als megastallen. Maar goed, er zit natuurlijk ook een groot deel educatie hierachter. En dat mag natuurlijk ook niet verloren gaan. Hè? Dus dat kun je dan mooi opvangen door dat te combineren.